het voorstel tot vaststellen van de gemeentelijke visie afslag 10 en het beschikbaar stellen dient ten gevolge van een aanvullend werkkrediet van 100.000 euro. In de oplegnotitie lezen we dat afslag 10 een natuurlijke omgeving is waarin een ieder in rust kan sporten, recreëren, leren of aanverwante activiteiten kan verrichten. Het is een initiatief wat opgezet is van onderop. Hè. Meer dan 70 verenigingen, bedrijven en instellingen die de krachten bij elkaar hebben gebundeld in een gebied waar het een en ander moet gaan gebeuren. Mensen die samenwerken, daar is niets op tegen. Zie je de andere kant, dat is de hardware, dus de gebiedsontwikkeling. Dus in stenen, in accommodaties, in infrastructuur. En dat daar, daadkrachtig optreden van de gemeente nodig is. Je gaat een hoop accommodaties daar neerzetten. Ik hoor een hoop andere partijen zeggen, ja, maar dat gaat niet ten koste van die kleine kernen. Maar ja, daar voeren we wel discussies of dat gymzalen open blijven of dicht gaan, omdat er geen geld is. En dan zeggen we, ja, dat gaat ons echt een stap te ver, dat moeten we niet willen. Ook in het voorliggende stuk is nog niet duidelijk wat het college voor zich ziet met afslag 10. Wat wordt het precies? In feite is het een budget, een stukje werkkrediet wat we vanavond wat ons betreft vrijgeven. Een stukje handgeld om mee aan de slag te gaan. U stelt dat dit werkkrediet is bedoeld als werkgeld om software en hardware aangelegenheden in beeld te brengen en te realiseren. We hebben als gemeente gezegd van wij gaan voor de hardware. Om de software uiteindelijk te kunnen faciliteren van alle initiatieven die er bij elkaar komen. En daar is inderdaad geld voor nodig. Dan moeten eisen aan geldbesteding gesteld worden. Als je zegt ik wil een ton en ik ga dat investeren aan verdere stimulering en verdere samenwerking, vind ik dat veel te vaag voor 100.000 euro. Niks moet. Het is een van de zaken die wij ook in ons coalitieakkoord hebben gezet. Dat wij de ambitie hebben om in ieder geval het zwembad een nieuwe impuls te geven en dan zou afslag 10 in ieder geval een hele mooie plek zijn om daar te laten landen. Nee, nogmaals, bij de vorige bespreking, als je afslag 10 als concept ziet en het een hele gemeente is en je dat echt als visie hanteert, dan zou je er, zwembad, die gaat daar sporten, dat kan. Maar het gaat niet naar het Exeelse Bossen. Niks moet per se, wij denken op dit moment wel dat het de beste locatie daarvoor is. Het ligt daar prima waar het nu ligt, laat het er alsjeblieft liggen.